Als kind wilde ik altijd overal bijhoren. Ik wilde alles worden en alles kunnen zijn. Misschien werd ik daarom wel acteur om te leren om iedereen te kunnen zijn. Als je iedereen wil kunnen zijn, dan moet je eerst leren wie jij zelf bent. Wat maakt mij mij? Wat doe ik? Denk ik? Hoe voel ik? En in welke opzichten doe, denk en voel ik anders dan anderen? Je komt er alleen maar achter door je te verplaatsen in de ander. Door echt te begrijpen waarom iemand anders doet, denkt en voelt. En dat is een gekke gewaarwording als acteur. Als je ineens doorhebt hoe het is om die ander te zijn. Je komt er namelijk achter dat die ander uiteindelijk hetzelfde is. De woorden die je gebruikt zijn anders, ze klinken anders. Je denkt vanuit een andere cultuur of achtergrond of situatie. Je hebt een andere waarheid, andere doelen, maar in de basis. Ben jij het? Jij speelt die rol. Jij bent die ander. Als je iedereen wilt kunnen zijn, moet je niemand kunnen zijn. Neutraal kunnen zijn. Accepteren dat de rest vorm is: waarheid, cultuur, achtergrond, overtuiging, gedrag, identiteit. Het is allemaal vorm. Het is inwisselbaar. En dat is mijn sublieme gevoel van vrijheid. Jij en ik, wij denken. Voelen en doen. En de rest is vorm. Dat kun je gewoon loslaten.